Dit keer vindt Stefanie Dros een fraaie Romeinse munt. Maar blijf kijken, want ook zoekpartner Wesley de Bo doet zich gelden in de Mystery of Kistentrui. Dirk Vink is de YouTuber van de week. Samen met zijn zoekvriend Ben Drewal is hij iedere week te vinden op een akker, veldje of bij en in het water. Dirk heeft bijzondere vondsten gedaan, zoals 3 gouden munten en een Romeinse speerpunt bij het magneetvissen, dat hij ook met veel plezier en succes doet. En wat vinden Alwin Ballast en Bert van Heerden na de kanonskogel in de vorige uitzending deze keer op de grote scheer? Helaas zijn er nogal wat metaaldetectoristen die om uiteenlopende redenen niet weten waar ze eigenlijk legaal mogen zoeken. Die verpesten deze leuke hobby voor de rechtgeaarde metaaldetectorist. Waar mag je zoeken en waar niet? In Les van Wes kom je erachter.